best ontweet. Op het telegraafkantoor, vriendelijk sprak de ambtenaar zijn vrouw. Aan toen geen bandoen. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij ontwonden, zag de stem van haar zoon. Hallo? Van ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een knik. Hallo, hallo. Hoe gaat het allemaal? Dan zegt alleen.
spreekkaarten en psalmen in. Gij grote zonden vergeven en ons. Thank you.
Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak het aan zijn houden, bracht het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Het is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf het doen om mij te gedenken. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Percepsi salutaribus moniti. Et divina institutione formati, audemus dicere. Thank you.
Vader, Zoon en de Heilige Geest. Corum potestat et autoritate confidibus, ipsin et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus, descendat super vos et maniat. Waarom is Job? Ik kom Job te vinden eigenlijk. Waarom is hij?